Vorige week hebben we het niet gedaan. Zeiden mensen, ja, ik mis het toch wel de altcoin check-up. Ja, we hebben ook gezegd, momentum is even weg. En het momentum is nog steeds niet top. Maar wat kunnen we dan wel doen binnen dit momentum? Zijn we een beetje gaan kijken? Hebben we gekeken naar contraire dingen tegenover de Bitcoin? Welkom bij Opencash, ik ben Chris. Ik ben Barry en in deze video gaan we met jullie hebben over altcoins. Deze week gaan we weer kijken naar wat altcoin setups. En we gaan in deze video kijken naar wat coins, voornamelijk naar coins die het vaak goed doen tegen de Bitcoin. Zoals Bitcoin het niet goed doet, want ja, Bitcoin doet het niet slecht, maar ook niet heel goed. Ja, dat is gewoon een feit. Ik zal gelijk even richting de chart switchen. En ja, wat ik al zeg, Bitcoin doet het op zich niet heel erg slecht, want je wil dat hij blijft hangen waar hij nu blijft. Maar dan moet hij nu wel blijven hangen. Want anders wordt het wel een iets ander scenario. Weet je wat het is? Het is gewoon een klein beetje het sentiment, de prijsdruk die je ziet. Als je dan een kleine setup maakt en je wil ergens een leveltje vasthouden, dan houden we niet vast. Dus dat betekent gewoon dat er weinig koopbereidheid is. Je moet ook niet vergeten dat er een bulk aan goed nieuws naar buiten is gekomen omtrent Bitcoin. Echt het ene positieve nieuwsfeitje naar het andere. En dan denk ik echt zelf, ja jongens, als dit het op een gegeven moment even niet kan doen. Ja, dan moet je niet tegen de stroom in willen blijven varen. Vorige week hebben we natuurlijk al een altcoin video erop gezet, geüpload. Met, wees even terughoudend met altcoins. Nou ja, dat heeft je geen windeigen gelegd waarschijnlijk. Dat was denk ik ook wel de verstandige keuze. Ja, dat is ook de verstandige keuze, want er is gewoon zelf. Ja. Maar als we kijken naar de Bitcoin, dan zien we inderdaad hier dat we een low gevormd hebben. En dit zou de huidige constructie zijn. Dan wil je dit niet verliezen. Nee. Dit is het stukje wat je niet wil verliezen nu. En ja, als je dat wel verliest, ja, dan ziet het er gewoon somber uit. En nu is het op dit moment gewoon een beetje kiele. Maar dat neemt niet weg dat er altijd altcoins zijn die vaak tegenover een minder presterende Bitcoin het iets beter doen. En daar gaan we vandaag even naar kijken of we daar dan ook een interessante setup op kunnen vinden om die te gaan traden. Want ja, je kan in principe altijd traden. Ook afgelopen week hebben we dat gezegd. Je kan altijd altcoins traden, je kan altijd Bitcoin traden, je kan altijd aandelen traden, noem het allemaal maar op. Alleen soms is het sentiment gewoon een beetje tegen je en dan moet je even van het gas af. Ja, maar dit is de reden dat wij altijd tegen de mensen zeggen, ga nou margin traden. Want dan heb je die tools, dan kan je gewoon geld verdienen als het naar beneden gaat. Maar dat durft ze niet. Dus ja, dan kan je niks doen. Dan moet je aan de kant gaan zitten. Dan moet je ook die verliezen incasseren. Kijk, we gaan nu kijken naar wat leuke setups. Maar voornamelijk zitten wij zelf ook de afgelopen tijd meer short op Bitcoin en Ethereum. Ja. Dan dat wij met altcoins bezig zijn. Maar er liggen links en rechts wel setups. Vroeger. Net of het heel lang geleden is. Maar 2-3 jaar geleden had je een hele mooie hedge tegen de Bitcoin. Dat was XRP. Ja, heel absoluut. Vaak kon je XRP kopen. Als het slecht met Bitcoin ging, dan ging XRP. Oh ja, dat doet hij niet meer. Ik denk echt in 95% van de gevallen, als Bitcoin naar beneden ging, ging XRP omhoog. Je kon vluchten richting XRP. En dat was echt nice. De prijsactie was toen ook heel anders op XRP. Is totaal veranderd de afgelopen periode. Maar goed, die gaan we vandaag niet meenemen. Nee. Dat is het niet. Goed, de allereerste waar we naar gaan kijken is XMR. Ja. Niet XRP. En dat is niet alleen prijstechnisch, maar ik verwacht ook, zeker met wat... met de vraag naar crypto, dat deze vraag zal stijgen. Echt naar privacy coins. Zal nooit verdwijnen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat links en rechts een beetje gedelist werd op verschillende exchanges. Maar er is en blijft altijd vraag naar meer privacy. En privacy coins, zoals een XMR, denk ik dat altijd de interesse blijft houden van de mensen. Nou, de XMR, meneer, is op verschillende exchanges gedelist. Dat is ook de reden van die daling. Hè. Dus toen zag je die hele scherpe daling. Sinds die tijd redelijk kunnen consolideren op de bodem. En als je dan gewoon in had gestapt, had je eigenlijk al best wel een lekkere trade gehad. Maar het gaat vooral om het lange termijn plaatje. Dat ziet er gewoon... En ook confirmatie uit het verleden gehad. Dat was niet zomaar een random trade, hè, bodem. Ik vind het er echt wel interessant uitzien als je het zo bekijkt. Wat ze terug hebben getest. Ja, dat geeft mij wel hoop in de lokale tijdframe sowieso. Want ja, je ziet toch... Het is nog heel pril.
Maar ja, dat zijn meestal wel de betere entries, hè. Het is nog heel pril, maar het lijkt erop alsof we bezig zijn met een kanteling van constructie. Ga ik wel even naar de weekly. Ik vind het graag, ik zie het graag op de hogere tijdsframe. Oké. Nou ja, dan staan gewoon natuurlijk al leveltjes. Ik denk als je dit leveltje kan maintainen. Het liefst zie ik dan wel dat ze voordat deze geactiveerd worden even deze eruit tikken. Dus even een gain. Ook echt een candle close daarboven. Dan mag je wel terugzakken en dan pak je hem op. Je kan hem ook altijd na de breakout treden. Alleen let wel op wat je gaint. Wat je gaint moet belangrijk zijn. Het moet een nieuwe higher high zijn. Of een local high in ieder geval. Als we deze gainen natuurlijk. Ja, precies hetzelfde verhaal. Dus kom je hierboven. Even kijken of je ergens een beetje legit kan instappen. Het probleem is natuurlijk dat ze dit terugtesten. Wordt hij misschien net iets te hoog. Als ze hierboven komen mag je hem eigenlijk op de oude top terugtesten. Dus dan test je hem hier terug. Mag je hem daar oppakken. Dus eigenlijk twee, ja, niet breakout trades, dit is gewoon een retracement. Maar twee legitte entries. En dan zie je dat ze eigenlijk totaal niet op dezelfde lijn liggen. Want er zit gewoon een verschil tussen van 20%. Ja, maar dat betekent niet dat de bovenste minder goed is. Nee, je hebt confirmatie nodig. Ik zie wel waarom je natuurlijk aan de bovenzijde kijkt. Misschien dat het ook handig is voor de mensen om dat even uit te leggen. Waarom we alleen hier kijken naar trades en niet hier. Normaal zou je zeggen, ja, je gaat toch hier kijken voor een long. Ja, normaal gesproken wel. Maar je ziet inderdaad dat dit stukje prijsactie is al afgedicht. Hier is een stuk prijsactie, is al afgedicht, is al teruggetest. Dus dat is al geweest. Beneden ligt het wel redelijk dicht hoor. De prijsactie ziet er best nice uit. Ja. En je wil nu inderdaad wel weer een volgend stapje zetten. En dat kan door middel van een gaintje op dit niveau. En dan ergens oppikken of een stukje hoger. Ja, kijk, het is gewoon lekker dat u überhaupt al stijgt tegen een bitcoin in. Dat is gewoon nice. Ja, dat is ook zo. Er is er nog zo één die lekker stijgt tegenover een bitcoin in. En dat is Celsius. Heeft er natuurlijk mee te maken dat je daar je geld weg kan zetten. En daar een stukje rendement voor terugkrijgt. Vinden mensen altijd fijn. Geeft mensen een stukje rust. En misschien is het ook wel leuk, zit ik te denken bij deze chart, om eens eventjes de bitcoin eroverheen te leggen. Want dan kan je dus ook letterlijk zien dat zo'n coin contrair gaat tegenover de bitcoin. USD. Dat vind ik altijd leuk om te kijken. En dat kijken. Ja, hier zie je het nog niet. Maar op de Kijk. Ja, dit is nice. Dit is super. Oh shit. Dit is super nice. Gebeurt nooit, hè. En hier zie je dat heel duidelijk. Hier loopt hij nog. Hier is de correlatie nog aanwezig. Ja. Op een gegeven moment blijft Bitcoin stijgen. Klapt Celsius weg. Hier begint Bitcoin te dalen en gaat hij omhoog. En dat is contrair. En dat is wat je wil zien. Dat is nice. Ja. Dat is wat je nodig hebt. Zo kan je je stash beschermen. Als je dan echt ga je dan echt Celsius traden of moet je het dan misschien holden? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Je zit niet vast aan een holdperiode. Nee, dus dat was natuurlijk het nadeel. Omdat heel veel mensen daar natuurlijk naartoe trekken en zo. Dat hebben we natuurlijk gezien op Crow. Hè? Op MCO hebben we dat gezien. Dat het een bepaalde periode was dat je vast moest houden. 180 dagen was dat volgens mij. En daarna zag je een gigantische sell-off. Hier zal dat minder zijn, anders zijn, omdat je dus hier direct uit kan stappen. Je kan elk minuut kan jij converteren. Ja. Dus dat is wel een echt heel groot voordeel. Ik zet even wat leveltjes. Ik denk ook dat het idee van zo'n platform als MCO altijd goed is geweest. Ja, alleen die de uitvoering was nog niet. En ik denk dat ze daar ook naar hebben gekeken. En dat hun hebben gezegd, ja, zo'n lockperiode, dat werkt niet. Kijk, weet je wat het is? Die space is zo nieuw. Als ze dan niet uitvinden, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld de allereerste elektrische auto. Ja, die was waarschijnlijk ook druk, weet je. Ja. Dat is gewoon hoe het gaat. En gaandeweg wordt dat steeds beter. Dus ik hoop dat dit al een betere. Weet jij wat de eerste elektrische auto was trouwens? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Denk maar goed na. Een botsauto. Ja? Nee, maar dat zijn elektrische autootjes toch? Ja. Zo, dit is nog netjes teruggetest ook. Jongens, kijk eens. Ik ga natuurlijk niet nu instappen, dat doe ik nooit. Misschien als je die top terug kan testen onderin, inderdaad. Kijk een beetje naar dit stukje. Ja. Dit stukje heeft hij ook naar beneden gebracht. Dit stukje heeft hij naar boven gebracht. Deze vind ik een beetje. Ik denk dat dat er niet in zit. Kijk, dit is sowieso een legitte play natuurlijk. Ze zijn allebei legit.
je kan ze allebei spelen. Dat betekent dus één van de twee. Dat betekent niet alle twee. Ook geen average down. Geen rare tactieken gaan toepassen. Want die spanning daartussen is gewoon te groot. Dus speel hier een trade, zet een stop los. Speel hier een trade, zet een stop los. En deze is ook zelfs tradewaardig. Alleen al na de game. Dan moet je nog veel hoger. Dus dan moet je eerst die nieuwe high drive tikken. Helemaal terugtesten. En dan kan je hem oppikken. Gaat er dus ook niet vanuit dat het in de rechte lijn omhoog ging. Want hier dacht iedereen ook. Wow, ik krijg nooit meer entry. Ja, moet je kijken hoeveel prijsactie die allemaal terugtest uiteindelijk. Absoluut. Dus wees niet bang als die uitbreekt dat die trade wegloopt. Er komt altijd een terugtest. Er komt altijd een correctie. Er komen altijd weer nieuwe kansjes. En zijn ze er niet hier, dan zijn ze ergens anders. En als ze niet op Celsius zijn, dan denk ik dat er genoeg kansjes nog gaan komen in de nabije toekomst. Voor misschien niet zozeer een hedge tegenover de Bitcoin, maar wel een altcoin die er naar mijn mening nog ondergewaardeerd of laag uitziet. Litecoin. Kijk, we hebben allemaal te maken met het momentum van Bitcoin nog steeds, dat is zeker waar. Maar Litecoin staat gewoon ten opzichte van de rest van alle altcoins nog echt wel heel erg. Ja, weet je wat het verschil is? Litecoin is een van die... Ja, wat is het? Het is antiek, weet je? Oude rotte, ja. In cryptotermen, het is antiek. Dan heb je, als ik er een paar gelijk opnoem, je hebt Bitcoin omhoog gegaan, Ethereum omhoog gegaan, XRP was ook zo'n oude coin, die is omlaag gegaan. Litecoin is ook wel omlaag gegaan, maar die is op een gegeven moment gaan stabiliseren. En dat maakt het interessant. Als er naar momentum naar beneden is, is het niet meer interessant. Is er momentum omhoog, Bitcoin en Ethereum hebben we natuurlijk getreden. Het is natuurlijk makkelijk om mee te gaan op de trend. En hier kan je misschien een entry krijgen als er een keer nog FOMO terugkomt in Litecoin. Ik denk ook dat dit dan een iets langere positie zou moeten zijn. Als ik hier naar kijk, dan denk ik als eerste, oké, we hebben een low gevormd, we hebben een high gevormd en we hebben nu een higher low gevormd. Ja. Je wil nu een higher high zien eigenlijk om de constructie te bevestigen. Ja. Te bevestigen dat we in een constructiekanteling zitten. Ja. Die heb je nu nog niet, maar ja. Het is wel voorzichtig de eerste tekenen van een kanteling. Ja, dat kan. Ja, je wil helemaal hier naartoe. Dat is op zich mogelijk. Als we hier kijken naar die gain, ik denk dat je hier een beetje op doet, dan kan je daar instappen. Dat is in principe mogelijk. Ik zit wel zelf ook nog lokaal een beetje te kijken, want ik kijk een beetje naar de top van dit stukje. En heb ik eigenlijk hetzelfde idee, alleen dan is de prijssprong iets kleiner. Terugtestje van daarboven. Terugtestje en dan en eigenlijk komt het op hetzelfde idee neer, en dan ga je daarna ook die prijsactie gainen. Ja, en het verschil tussen deze twee opties zit hem eigenlijk in het feit, dit is iets agressiever, die korte play, omdat je daar niet de higher high hebt. Nee. Ga je uit van die higher high en dan de terugtest ga je uit van iets meer zekerheid. En je probeert een stapje over te slaan. Ja. Dus je gaat er eigenlijk vanuit, we hebben de higher lows neergezet, we hebben de higher highs neergezet. Die volgende higher high die komt er wel, want dit is de reversal. En dan sla je dus een stapje over en dan ga je dus een treetje er eerder in. Betekent wel dat je gewoon net iets meer risico hebt, want je hebt één conformatie minder. Ja. Kom je daar high time frame in, deze was echt super nice, hè? Dan is het opwaarts potentieel van Litecoin, als we aan de goede kant zitten, ja, dan kan dit wel, dit zou een knaller kunnen worden. Ja. Goed, ik denk dat wij voor deze week weer een paar leuke andere coinjes in gedachten hadden. Vorige week hebben we het niet gedaan. Zeiden mensen, ik mis het toch wel de altcoin check-up. Ja, we hebben ook gezegd, momentum is even weg. En het momentum is nog steeds niet top. Maar wat kunnen we dan wel doen binnen dit momentum? Zijn we een beetje gaan kijken? Hebben we gekeken naar contraire dingen tegenover de Bitcoin? En een altcoin die er gewoon qua setup, qua punt waar we ons bevinden in de chart, er redelijk goed uitzien. Ja, maar het zijn ook allemaal andere setups. Want normaal traden we heel veel pullbacks. Het zijn allemaal gains. Ja. En die geven gewoon net iets meer zekerheid. Ja, is ook zo. Goed. Wat voor altcoins vind jij interessant op dit moment? Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Geef even een duimpje. Abonneer even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, supportlinks. Alles vind je terug op onze website. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie graag volgende keer. Later. Later.